Een boerderij in het buitengebied van Vorden is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Nadat er brand uitbrak was de woning met Rietenkap niet meer te redden. De brand brak omstreeks 1 uur 30 uit in de boerderij aan de Bierserinebroekweg. Bij aankomst van de brandweer stond de Rietenkap in lichter De bewoners wisten zichzelf en hun hond op tijd in veiligheid te brengen. Hoewel de brandweerkorpsen van Voorden, Buurloop, Bargem, Laren en Zutphen het vuur probeerden te bestrijden, bleek er al snel geen redden meer aan. Amper een half uur na de melding moest de woning al als verloren worden beschouwd. De brandweer zette daarom in op de bescherming van naastgelegen bebouwing. Na ongeveer drie kwartier blussen was de brand onder controle. Voor de bewoners werd tijdelijk onderdak geregeld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.